Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Dus overal in diaspora. Ik ga nu naar Washington. Meestal is hij in Woodbridge, Washington. Dat is de hoofdonderhandelaar voor Suriname bij het IMF. Karel Eikhorst. Ben je daar, Karel? Ja, ik ben hier. Goedemiddag. Goedendag. Heb ik hem juist? Ben je in Woodbridge? Dan ben je meestal toch in Washington. Nee. Ik ben nu thuis. Ik ben in Virginia, waar ik woon in Arlington. Oh, maar je werkt zelf in Washington? Ik werk in Washington. Hoe ver is dat? Amerika, de afstanden zijn groot, toch? Hoe ver is dat om een beeld te hebben? Ja, het is zo ver is ongeveer een 10 mijl. Oh, 10 mijl. Ja, okay. Over de brug en dan ben je in Virginia. Oké. Ik wil het hebben over BTW, belasting toegevoegde waarde. Dat is in Suriname ingevoerd per 1 januari? Per 1 januari, ja. Oké, dat was een eis van IMF. Voor wie geldt deze BTW? Nou, laten we eerlijk zijn. Het is geen eis van IMF. Ik denk dat dat steeds verkeerd wordt benadrukt. En ik kan niet zoveel zeggen over BTW. Hoor. Ik ben niet de belastingdeskundige. Ook niet de persoon die daarover veel kan vertellen. U zou met de directeur van belasting moeten praten daarover. Okay. Maar het is onderdeel geworden van het IMF-programma met Suriname, het ondersteuningsprogramma, omdat Suriname BTW heeft aangegeven als een van de grootverdieners voor de staat de komende tijd. En Suriname heeft aangegeven dat ze haar belastingssysteem, haar belastingstelsel wil transformeren. En die transformatie houdt in dat men de belastingdruk wil verminderen op de directe belastingen, dus op de inkomens onder andere. En overschakelen naar indirecte belastingen, waarbij de druk meer komt te zitten op het consumeren. Dus als je meer consumeert, ga je meer belasting betalen. Dus dat is onderdeel van het hervormingsplan van het belastingstelsel. Maar het is geen eis van het IMF. Het IMF heeft gevraagd aan Suriname, wat kan je aangeven als ze zijn de grootste inkomsten binnenbrengers die gaat helpen om die begroting te financieren. En Suriname gaf aan BTW. Ik moet ook zeggen dat we al 11 jaar mee bezig zijn. Het is niet een nieuw ding. We zijn al 11 jaar bezig met het voorbereiden. En nu pas wordt die in feite geïmplementeerd. Niet op de beste manier zoals we dat willen. Ik denk dat er nog veel aangesleuteld moet worden om hem goed werkend te krijgen. Maar ja, het is een besluit geweest van de regering en het is uitgevoerd. Jawel, maar ik hoor, een van die tranches van IMF werd zelf aangehouden, omdat een soort eis was van, doe iets aan jouw verdiend capaciteit als regering. Bijvoorbeeld BTW. U zegt het goed, het IMF heeft gezegd, doe iets aan de inkomstencapaciteit van uw regering. En Suriname heeft aangegeven. Een van de grootste verdieners die ik nu zie is BTW. Het kan zoveel opbrengen en het kan zoveel binnenbrengen voor de begroting. En het IMF heeft gezegd, oké, als dat het is, dan werken we daarmee. En dan wordt het onderdeel van dat programma. Suriname heeft zich vanwege de aangegeven redenen niet kunnen houden aan het invoeren van BTW. En het IMF zegt, kijk, dat de financiering van jouw eigen begroting komt in gevaar. Laten we even stoppen en dat ding goed uitzoeken, dat ding goed in elkaar zetten. En zodat het land, we hebben het niet over het IMF, maar we hebben het puur over de begroting. Zodat je begroting genoeg financiering heeft om door te gaan. Anders ga je niet door kunnen gaan. Dus nogmaals, we brengen de dingen vaak als eisen van het IMF. Maar het zijn zaken die Suriname zelf heeft gepresenteerd en heeft gezegd, ik wil dit doen om meer te verdienen. Dan moeten we ons tenminste houden aan onze eigen afspraken en aan onze eigen zaken die wij hebben aangediend als ze zijn. Dit gaat meer geld opbrengen voor het land. Dus en nu mag je weer naar IMF voor Suriname om weer geld op te halen?
Nog een keer? Nu mag je weer naar IMF, toch? Want er moest iets gedaan worden vanuit Suriname om IMF. Nou, het gaat niet alleen om BTW, hoor. Het gaat niet alleen om BTW. Wat er is gebeurd vorig jaar is dat het programma van de rails is gegaan, omdat op een gegeven ogenblik we te maken kregen met een asynchronisatie in de overheidsfinanciën. Dat houdt in dat we op een gegeven ogenblik meer zijn gaan uitgeven dan we verdienden. En als zodanig begrotingsgat begon te groeien. En het IMF-programma kwam daar in gevaar, omdat we de targets die we hadden afgesproken niet meer konden halen. Het meer uitgeven heeft ook deels te maken gehad met koopkrachtverliescompensatie. Je weet dat door de aanhoudende importinflatie vanwege het feit dat wereldwijd alles duur werd, olie werd duur, gas werd duur, eten werd duurder. Dat op een gegeven ogenblik de koopkracht in Suriname ook sterk achteruit begon te gaan. En er compenserende maatregelen zijn getroffen die de uitgaven van de overheid hebben doen stijgen. En we op een gegeven ogenblik de targets niet meer konden halen. De uitgaventargets niet meer haalden. De inkomstentargets niet meer halen. De overheidstekortstargets niet meer halen. Dus we hebben toen met het IMF afgesproken van luister, we gaan dit programma moeten herordenen, moeten herijken, omdat hij in zijn oorspronkelijke vorm de doelen niet meer haalt. En in die besprekingen zijn we nu. We zijn bijna in de afrondende fase. We hebben de komende week nog een aantal belangrijke gesprekken met het IMF. En aan het eind van de komende week hebben we daar meer zicht over wanneer het programma in zijn herordende vorm kan worden voorgelegd aan de IMF Executive Board voor goedkeuring, zodat het aangepast programma dan in werking kan treden vanaf maart dit jaar. Dus wat ik nu hoor, heb ik nooit eerder gehoord. Dus je hebt een nieuw programma geschreven voor IMF. Ik heb geen programma geschreven. Nou, jij bent hoofdonderhandelaar, dus jij keurt het programma goed, toch? Nee, ik keur ook geen programma's goed. De programma's worden goedgekeurd door de executive board van het IMF. Nee, maar vanuit Surinaamse zijde. Jij gaat met het programma naar IMF. Ik praat met het IMF. Namens de Surinaamse samenleving. Praat ik namens de regering, met het IMF over hoe dat programma eruit moet zien. Wat wij denken, de regering geeft aan wat zij denkt dat zij kan doen en wil doen. Dat vertalen wij aan het IMF. Dat wordt opgenomen in een in een aangepast programma. Het is geen nieuw programma. Het is een aangepast programma. We hebben het aangepast aan de huidige omstandigheden. En dat aangepast programma moet passen natuurlijk binnen de parameters van wat haalbaar en wat uitvoerbaar is. En dan wordt het voorgelegd aan de executive board van het IMF voor goedkeuring. Als de executive board zegt nee, dit programma kunnen we niet financieren, is niet werkbaar, dan gaat het niet door. Ja. En daarom zijn wij dan constant met het IMF in onderhandeling om dat programma zodanig aan te passen. De president heeft vorig jaar in september een ontmoeting gehad, face-to-face ontmoeting gehad hier in Washington met de hoogste baas van het IMF, de managing director. En daar is afgesproken dat er een wat lichter programma zal worden uitgevoerd met meer ruimte voor sociale programma's, met meer ruimte voor subsidies. En dat is wat is onderhandeld, wat wordt onderhandeld. Hoe kunnen we een lichter programma uitvoeren dat toch nog integer is? Want het moet niet een lichter programma zijn dat niet uitvoerbaar is of uitvoerbaar is maar de doelen niet haalt. Lichter en tegelijkertijd de doelen haalt waarvoor dat programma is samengesteld. Dus daar zijn we nu mee bezig en we hopen dat we aan het eind van deze week wat meer zicht hebben in hoe verder. Of we iets hebben dat we kunnen presenteren aan de executive board en aan de regering. Of wij denken dat het dan goedgekeurd zal worden. Mm-hmm. Het moet lichter zijn, het moet beter zijn, het moet verteerbaarder zijn voor de Surinaamse gemeenschap. Wat heb je
aangepast bijvoorbeeld? Wat heeft de president, waar jij bij stond met IMF-president, wat hebben ze afgesproken? Hoe zou die aanpassing eruit zien van het programma? Nou, ik kan niet te veel nog zeggen over het inhoudelijk, omdat we dat nog moeten bespreken aan beide kanten. Met natuurlijk de leiding van het IMF en met de regering. Maar belangrijk was dat het sociaal programma meer ruimte zou moeten krijgen. Meer financiële armslag zou moeten krijgen. Zoals u weet, ik heb al in eerdere programma's uitgelegd dat momenteel in het IMF, dat programma dat door IMF wordt gefinancierd, we werken met de 4 conventionele instrumenten van het ministerie van Sociale Zaken. Dat zijn AKB, Algemene Kinderbijslag, Algemene Ouderdagsvoorziening, Financiële Bijstand voor Zwakke Huishoudens en Financiële Bijstand voor Mensen met een Beperking. Dat zijn de 4 instrumenten. Daarvoor moet per jaar 2% van BBP worden vrijgemaakt om te financieren. De 2% van BBP vorig jaar was ongeveer 1,4 miljard SAD. In het begin ging het moeilijk voor sociale zaken om het te halen, maar na ondersteuning van het ministerie van Financiën behaalden ze die target wel. Voor dit jaar is het ook 2% van BBP, maar BBP dit jaar is veel hoger. Dus dit jaar heeft sociale zaken 1 miljard SAD meer om uit te geven aan het sociaal programma. Naast die 1 miljard meer, dus dit jaar wordt het 2,4 miljard dat ze kan uitgeven, heeft de regering om meer ruimte gevraagd voor additionele programma's die ook een tegemoetkoming gaan zijn aan die middengroep. Want zoals u weet zijn de instrumenten van sociale zaken voor echt die sociale groep, die zwakke groep daaronder die het zwaarst wordt geraakt door heel wat van deze maatregelen. De echte armen onder ons. Maar we merken ook, of u weet ook dat in de afgelopen 2 jaar, door de hoge inflatie, ook die middengroep is gaan eroderen. Sterk is gaan eroderen. En u weet, het lastige bij een middengroep is dat het om geschoolde mensen gaat. Soms heel hoog geschoolde mensen gaat. Die je liever niet kwijt wil. Die je absoluut niet kwijt wil. En je gaat ze tegemoet moeten komen, zodat ze blijven en de ondersteuning geven aan de verdere ontwikkeling van het land. Dus dat is dat additionele dat de Surinaamse regering heeft gevraagd. Het bestaat uit een sociaal programma en een subsidieprogramma waarbij de objectsubsidies voor benzine, voor brandstof, die gaan we nog 2 maanden doen, 3 maanden hooguit doen. En daarna gaan we ze afbouwen in subjectsubsidie. Dan gaan alleen de mensen in aanmerking komen voor die subsidie die het hard nodig hebben. Die kunnen dan brandstof halen bij de pomp en worden gesubsidieerd door de overheid voor een deel. De mensen die het niet hard nodig hebben omdat hun inkomen, ik zeg niet toereikend is, maar dat ze toch met hun inkomen enigszins die kostprijs kunnen betalen, die mensen zullen dan de kostprijs aan de pomp betalen. En soms denk de ik... mensen die hard moeten. Soms denk ik, wanneer was de laatste tranche van IMF? Dat is bijna een jaar geleden, toch? Dat is 1 jaar geleden, ja. Ik denk, we kunnen het zo de IMF uitzingen. Nog een keer? Ik denk, als we het 1 jaar kunnen uitzingen. Voor mij was maart vorig jaar toen IMF iets stortte van 60 ja. miljoen euro. En we zijn 1 jaar verder. We kunnen het uitzingen zonder IMF. Nou, we hebben het kunnen uitzingen 1 jaar, omdat we ook nog 150 miljoen van IDB hebben gekregen. Oké. Maar die 150 miljoen van IDB is gekoppeld aan het IMF-programma. Als we het IMF-programma nu stoppen, kunnen we de resterende de middelen van IDB die binnen het kader van het IMF-programma zitten, kunnen we die ook vergeten. Oké, okay. Antwoord is duidelijk. Meneer Karel, tot besluit. En nu, nu is het programma bijna af. Je bent met IMF in onderhandeling deze 2 weken. Wanneer kunnen wij weer geld verwachten? Wanneer komt er weer een tranche vrij voor Suriname? Indien we het programma goedgekeurd kunnen krijgen rond eind maart, dan hebben we vanaf eind maart, begin april weer, weer de middelen vanuit het IMF. En daarna volgt daar ook de afronding voor de tweede tranche van IDB. Daar hebben we daar ook de middelen van IDB.
Dus we praten over zo'n 300 miljoen US dollar in totaal. Maar we moeten de zaken op orde hebben die we op orde moeten hebben. Dat is in april zou Suriname rond de 300 miljoen kunnen krijgen van IDB en de IMF. Nee, in april rond de 150 miljoen. Wanneer we het IMF-programma weer op rails hebben gehad, eind maart, na goedkeuring van de IMF Executive Board, krijgen we dan de middelen die we moesten krijgen voor de tweede, derde en vierde review. Die krijgen we tegelijk. Okay. Per eind maart, begin april. En dan gaat IDB naar haar board om dan haar deel van haar programma dat gekoppeld is aan het IMF-programma goedgekeurd te krijgen, zodat we weer de tweede tranche van IDB, dat is weer 150 miljoen, te krijgen. IDB geeft per jaar 150 miljoen, tot en met 2024. En Suriname krijgt iets van 250 miljoen van IMF per jaar? Heb ik hem juist? Nee, het is... 750 miljoen toch in drie jaar? 700 miljoen. Oké. Drie jaar. Okay. 700 miljoen. Dus iets meer dan 200 miljoen per jaar? Ja, iets meer dan 200 miljoen. Als we door al de reviews gaan van dit jaar, ja. Uh-huh. En hoeveel hebben jullie al geïnd, Suriname, van IMF? Nog een keer? Hoeveel heeft Suriname al ontvangen van het IMF? We hebben tot nu toe ongeveer 110 miljoen ontvangen van IMF. Oh, dus vanaf 1 december 2021. Er ligt nog iets meer dan een half miljard op Suriname te wachten. Ja. Je bent in Washington. Volg je de koersontwikkelingen in Suriname? En hoe kijk je naar? Bijna 40, hoor ik, 35. Ik moet dat volgen. Dat het onderdeel is van monetair beleid. En dat is ook onderdeel van dat programma met IMF. En ik moet zeggen, het is natuurlijk zorgwekkend, omdat de druk op de koers is toegenomen. Ik moet zeggen, de laatste week of zo merk ik een stukje stabilisatie. Maar het kan zijn vanwege het feit dat de vraag in de eerste maand van het jaar meestal heel laag is. De mensen zijn door hun geld heen. Weet je, het is een lange maand, zeggen we vaak, januari. Dus het kan dat de druk misschien weer toeneemt. Belangrijk is dat we goed nagaan wat veroorzaakt deze druk op de wisselkoers. En als u aan mij vraagt, mijn mantra is steeds, het begint bij de overheidsfinanciën. We hebben daar een asynchronisatie. We hebben heel veel middelen in omloop gebracht voor brandstofsubsidie. We hebben meer dan, ik ga u zeggen, tussen april vorig jaar en december vorig jaar, dus ongeveer 8 maanden hebben we meer dan 1,5 miljard SND in omloop gebracht voor betalen van subsidie aan de oliemaatschappijen. En u weet dat de oliemaatschappijen niet werken met die SND's. Ze moeten hun olie uit het buitenland halen. Dus die SND's worden direct op de markt gebracht om omgewisseld te worden. Dat is mede de oorzaak geweest. Een van de belangrijkste oorzaken geweest van die druk op die wisselkoers. Dus, wat zijn de plannen nu om die druk op de koers af te houden? Een van de plannen is voor weer het synchroniseren van de overheidsfinanciën. Dat de overheid veel meer inkomsten moet gaan genereren. De overheid moet veel meer inkomsten gaan genereren. Want we geven uit en soms moeten we terecht uitgeven. Soms ook onterecht en dat moet natuurlijk aangepast worden. Sommige uitgaven zijn misschien niet nodig nu. Of helemaal niet nodig. Dus dat moeten we ook gaan aanpakken. Maar onze focus moet vooral zijn op de inkomsten. We moeten meer inkomsten gaan genereren. Als we het staatshuishouden op een correcte manier willen doen. Inkomsten genereren heeft twee positieve kanten, zeg ik altijd. Aan de ene kant zorgt de overheid ervoor dat overtollige middelen in die samenleving weggehaald worden en in de boezem komen van de overheid. Het zijn via belastingmaatregelen of andere inkomstenverhogende maatregelen. Gaan die overtollige centjes uit omloop die doorgaans een druk kunnen uitoefenen op die wisselkoers? Je haalt ze uit omloop. En de overheid kan tegelijkertijd met die middelen weer haar uitgaven financieren zonder nieuwe middelen in omloop te brengen. Dus het heeft twee kanten, het heeft twee uitwerkingen. Aan de ene kant room je af
door inkomsten te verhogen. Aan de andere kant financier je de begroting. Met dezelfde. Eigenlijk recycle je dat geld. En heb je dan twee doelen behaald door de inkomsten te verhogen. Dat is op de eerste plaats wat de overheid moet doen. En dat proberen we nu ook in het aangepast programma mee te nemen. Het verhogen van de inkomsten van de overheid. En zodanig verhogen dat het geen maatregelen zijn die die samenleving in zijn volledigheid gaan pakken. De mensen hebben lijden al genoeg onder de druk van koopkrachtdaling. De mensen lijden al genoeg onder de prijzen. Dus er zijn andere maatregelen die je kan treffen om meer inkomsten te genereren. En daar kijken we naar. Nou, meneer Eckhorst, iedere keer als jij hier praat over verhoging van verdiencapaciteit van de overheid, dan luistert de Surinaamse overheid met een ander oor naar. Die denken ze moeten het bij het volk halen. En dat gebeurt steeds. Ik kijk BTW nu weer. En wat is de volgende? Wat staat het volk weer te wachten? Dat is niet wat we adviseren. Kijk, BTW, nogmaals, BTW heeft een ander karakter. Ja, maar het volk moet het betalen, hè? Wat voor karakter het ook heeft, het komt van het volk weer. BTW zou in feite, BTW moet omzetbelasting vervangen, dat het volk al betaalt. Het volk betaalt al omzetbelasting, langer dan 20 jaar of hoeveel. Dus het moet omzetbelasting vervangen. Het moment dat BTW is geaccepteerd of geadopteerd per 1 januari, is omzetbelasting gestopt. Dus het is niet zo dat men nu omzetbelasting en BTW betaalt. Men betaalt geen omzetbelasting meer, men gaat BTW betalen. Overal in de wereld merk je dat bij invoeren van BTW initieel prijzen omhoog gaan. Dat weten we. Initieel gaan prijzen omhoog en daarna gaan ze nivelleren. Nogmaals, BTW, u betaalt ook BTW in Nederland. Ja, maar de hele regio, het hele Caribische regio betaalt BTW. Ja, de hele wereld bijna. Suriname is het laatste land dat BTW moet invoeren. Waar het bij mij om gaat is, wanneer wij aan de ene kant BTW invoeren, en het heeft initieel die druk op de koopkracht van die samenleving, dan moeten wij de compenserende maatregelen ook uitvoeren. We moeten niet alleen de maatregelen uitvoeren die druk op die koopkracht uitoefenen. Er zijn compenserende maatregelen die we kunnen uitvoeren en die moeten we uitvoeren. Economie is balanceren. Economie is keuzes maken. En die balans moeten we steeds vinden. En we weten ook, we zijn realisten. We weten ook dat politiek heel wat zaken niet... hoe moet ik dat zeggen? Dat de politiek heel wat zaken misschien niet laat werken of tegenhoudt. Dat laat ik voor de politici. Wanneer wij als technici de adviezen geven, zeggen we, je moet de dingen in balans doen. Wanneer je dat doet, moet je dat ook doen. Wanneer je BTW invoert, moet je de belastingvrije grens verhogen. Zodat een groot deel van de samenleving minder belasting gaat betalen. Dat zijn de compenserende maatregelen. Ik heb u daarover niet horen vragen, maar... Daarmee gaat meer dan 2 miljard SRD gemoeid. De overheid zal meer dan 2 miljard SRD verliezen vanwege het feit dat de overheid de belastingvrije grens optrekt. Van 6.000 naar 7.500. Dat is mooi. Kijk, je hebt het over de overheid moet meer geld gaan verdienen en dat is mooi. Maar ze missen creativiteit. Ziet u dat niet dat de overheid creativiteit mist? Want iedere keer als je dat roept hier op onze zender van de overheid moet meer verdienen, dan zijn mensen in Suriname houden hun hart vast dat, daar gaan ze weer komen bij mij. Waarom zijn ze zo... niet creatief, de overheid, dat ze steeds maar bij de burgers aankloppen en niet zelf andere initiatieven neemt om te verdienen, om hun verdiencapaciteit te verhogen. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of het mis, of het is het missen aan creativiteit. Nee, jij adviseert steeds, meneer Eckhorst. Jij adviseert voor mij zit je al bijna 2 jaar bij MF als overhoofd van Dranda. Je adviseert iedereen steeds van, jongens, jullie moeten meer geld verdienen in Suriname als overheid. Maar ik zie alleen maar belastingen, dingen en BTW, maar blijft belasting. Maar is er geen andere mogelijkheid om geld te verdienen als overheid, als staat? In elk geval zijn er nu meer mogelijkheden, andere mogelijkheden zijn er nu besproken.
weet u, er zijn zaken besproken zoals in de sfeer van grondhuur en erfpacht. Waarom worden de kanongelden niet verhoogd? Er zijn zaken afgesproken zoals vrijstelling op invoerrechten. Waarom zijn er zoveel vrijstellingen op invoerrechten? Als je de lijst van invoerrechten nagaat, mensen die vrijstelling krijgen. Plaats je vraagtekens achter een heleboel van, maar waarom kregen deze mensen vrijstellingen voor deze goederen? Dat moet teruggedraaid worden. Al dit soort adviezen zijn gegeven. We praten ook over waarom kunnen bepaalde gelden, fees en gelden niet verhoogd worden, zoals overvlieggelden. Er vliegen vliegtuigen over de hele dag. De overvlieggelden moeten omhoog. Ze moeten naar wereldstandaarden opgetrokken worden. Je kan heel veel geld daarmee verdienen. Dus al dat soort zaken. En die adviezen komen niet alleen van ons. We hebben ook met de ministeries gezeten. En die hebben ook zelf aangegeven dat er mogelijkheden zijn om meer geld te verdienen. En dat geld moet dan gehaald worden. Wordt niet gehaald. Dus nogmaals, ontslaat u mij van de verplichting. Okay. Ik kan dat niet halen, ik kan alleen adviseren. Ja, ja. En ik kan niet zeggen van luister, je hebt het apparaat, zet het apparaat in werking om dat en dat en dat te doen. Mm. En daarom zeg ik, er is altijd een spanningsveld tussen wat wij technici denken dat moet gebeuren en wat politiek haalbaar ziet of haalbaar vindt. Ik ben geen politicus, dus u zou een politicus moeten vragen waarom sommige zaken niet haalbaar zijn. Ik heb toevallig in de studio die Antje Spanaccio, hij is lobbyist bij de gemeente Rotterdam en in Brussel. En hij luistert aandachtig mee en hij wil ook een vraag stellen. Die Antje. Goedenavond, mijn naam is Dion Panaccio. Ik heb een vraag over de SUR, de common currency van Brazilië en Argentinië. Sluit Suriname zich daar al bij aan? Heeft u daar een idee over? Of dat, nog een keer? Wat is dat precies? Brazilië en Argentinië die hebben aangekondigd, ze heeft de Financial Times vandaag gepubliceerd, om de SUR in te voeren. En die eerst mee te laten lopen met de dollar. En later voor de pesos en de real te laten vervangen door de SUR. Om daarmee een nieuw handelsblok te kunnen vormen. En minder afhankelijk te worden van de dollar. Ja, ja. Nou, ik ben daarvan niet op de hoogte dat Suriname dat doet. Het moet dan een soort voorloper zijn van een soort EU, als wat we hebben in de EU met de euro. Klopt, ja. Nee, ik ben daarvan niet op de hoogte. Waarvan ik op de hoogte ben, is het monetair beleid dat Suriname voert. En dat moet leiden tot het stabiliseren van de Surinaamse munt. Dus dat we een overschakeling gaan maken naar een regionale munt of naar een ander soort munt, nee, daar ben ik niet van op de hoogte. Okay. Tot besluit, wanneer komt de verlichting daar in Suriname voor de Surinamers? Want je bent goed bezig hoor met die technische plannen en iedere keer hoor ik van ja, de IMF, we vieren, ja, we voelen het in Suriname. Wanneer komt er een beetje verlichting? Wanneer denkt u? Nou, nogmaals, als wij als Surinamers, als wij als de regering de dingen doet die de regering moet doen, dan kan de verlichting, hoeft de verlichting niet lang uit te blijven. Ik heb geen glazen bol, meneer Tinas. Ik kan je niet zeggen morgen of over een paar maanden of over een jaar. Nogmaals, er is een begroting. Als Suriname zich houdt aan haar eigen begroting en Suriname geld haalt waar geld gehaald moet worden, om in elk geval de staatsbegroting te ondersteunen, om in elk geval de Surinaamse munt te ondersteunen, dan hoeft het niet al te lang te duren voordat die verlichting komt voor die samenleving. En we moeten niet focussen op olie en gas, die verlichting voor ons, die gaat zorgen voor verlichting. Want als we met de zwakke instituten die we hebben olie en gas niet kunnen managen, dan krijgen we grote problemen. We hoeven maar voorbeelden te nemen uit de regio en uit Afrika en uit sommige landen in Azië die enorm veel rijkdommen hebben gehad. Het zijn olie, het zijn goud, het zijn andere grondstoffen. En waarvan we toch zien dat 70-80% van de samenleving onder de armoedegrens leeft. Dus het is niet altijd olie en goud of gas dat zorgt voor rijkdom. Het is goed overheidsfinancieel bestuur dat ervoor gaat zorgen dat er een optimale herverdeling komt van wat wij nu al verdienen. Want het land verdient nu al aardig genoeg geld, maar die herverdeling vindt niet adequaat plaats. Niet iedereen in die samenleving geniet van die rijkdommen van het land. En dat moeten we gaan doen. Dat deel dat het heel erg hard heeft, is dat deel dat niet geniet
van de rijkdommen van het land. Terwijl die rijkdommen er daar zijn. Meneer Pinas, we verdienen een paar miljard US dollar per jaar aan de export van goud alleen. Met een bevolking van 600.000 man moeten we toch aan iedereen een menswaardig bestaan kunnen geven. En daar is er nog geen olie en gas, hoeft ook niet. Uh-huh. Maar met wat we nu verdienen zouden we alle goed bestaan aan die samenleving moeten kunnen geven. Maar die herverdeling nogmaals moet plaatsvinden. Dat is slecht bestuur. Ik kies andere woorden. Ik kan niet vrijheid. Ik mag wel hier alles zeggen. Alleen maar de overheidsmanagement staatshuishouden veel beter. Veel beter. Dat is, je zegt het genuanceerder. Die zouden veel beter. Ik denk het is slecht bestuur. Je geeft steeds meer uit dan je verdient. En heel veel mensen hebben het moeilijk. En als overheid zie je dat niet. Dan ben je blind. Ben je slecht bestuur, toch? Vind ik niet prudent. Klopt, het moet prudenter en het moet evenwichtiger. Met het oog op een adequate herverdeling van in elk geval het inkomen van het land. Okay. Elke dollar dat we extra verdienen, moeten we eigenlijk kijken naar kunnen we 75 cent geven aan... verdelen richting de mensen die het niet hebben. Mm-hmm. En 25 richting de mensen die het al hebben. Okay. En niet omgekeerd. Dat lijkt me zo eerlijk, zoals je het vertelt. Vertelt u dat ook aan de top, de regering? Want u bent dicht bij hun, je adviseert. Ik vertel dit al 2 jaar. En ze luisteren niet aan? Ik vertel dit al 10 jaar, 12 jaar. Oké, okay. Aan de regering van jongens. Alle regeringen waarmee ik heb gewerkt, heb ik dit vaker verteld. Okay. De ene luistert meer, de andere luistert minder, maar ik heb het altijd verteld. En je blijft het vertellen? Ja, je moet het blijven vertellen, omdat dat de oplossing is. Er is geen andere oplossing. We gaan geen oplossing vinden in goud en olie als we de scheve structuur bij herverdeling blijven behouden. Want wat denkt u dat gaat gebeuren als we straks miljarden gaan verdienen uit olie? We gaan een paar rekenen. Olie-shakes hebben, ja. Ja, ja. Maar de rest van de bevolking gaat er niet van genieten. Ja, ja. Je gaat dan gewoon ook als Rusland een paar oligarchen hebben en de rest leeft daarmee dan. Precies. En de rest, Pinaat. U kent de verhalen van Nigeria. Waar de mensen in dorpen wonen. Straatarm. Eten bijna de straatstenen op. Mm-hmm. Maar kolossale oliebuizen en gasbuizen lopen dwars door de mensen hun dorpen. Op een gegeven ogenblik, de druk van armoede maakt de mensen wanhopig en de mensen beginnen met metalen betels gaten te hakken in de buizen. Ja. En dan zit u in de krant en in het nieuws. Oh, hier zo dichtbij. Shell is betrokken. Complete dorpen zijn platgebrand door een ontploffing bij een pipeline. Waar de mensen zaten te olie zaten te melken. En niet wisten dat een metalen betel een vonk doet ontstaan. En je hebt te maken met olie en gas. Dus, en dit soort zaken, dus die herverdeling. Als de mensen konden genieten van een deel van de rijkdommen die door die buizen daar ging. Dan hadden de mensen niet de reden om de buizen open te hakken. En dat moeten we ook voorkomen in Suriname. Je ziet Suriname die richting op gaan, hè? Dat straks alleen nog een groepje van gaat genieten zoals het gebeurt in de goudsector jaren al. Nou, zo erg is het nog niet. Maar het is geen ver van ons bedshow. We moeten niet ervan uitgaan dat het onmogelijk is. Het is mogelijk. Meneer Eckhorst, blijf interview geven en blijf ons waarschuwen. Blijf Suriname waarschuwen. Ik dank u weer voor deze dag. Graag gedaan. Oké, okay. Ik spreek heel snel. Ja, hoofd onder andere van Suriname bij het IMF, Mr. Karel Eckhorst. Blijf scherp. Blijf geïnformeerd. Actualiteiten en achtergronden. Franspinas.com. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.